ziet het achter me, het is al lekker druk. Het is woensdag 9 januari en dat betekent de opening van de vakantiebeurs 2019. Elke dag verslag op rondreizen.nl en bij de vakantiebeurs. Ik heb er zin in, ga je mee? Je kunt hier zwemmen, je kunt met water, je kunt dingen ervaren, je kunt in een tank begrijpen, je kunt duiken. Je kunt alle delen van de wereld, alle continenten bij wijze van spreken, ruiken, proeven, van genieten. Echt, kom naar de vakantiebeurs, de wereld aan je voeten. Het echte rondje rond de wereld hebben we gecreëerd. We hebben het overzichtelijker gemaakt, we hebben het makkelijk behapbaarder gemaakt, de ruimtes beter ingedeeld. En daarmee kan iedereen eigenlijk in niet al te lange tijd de hele wereld zien. En eigenlijk zich helemaal laten inspireren voor het reizen dit jaar. We hebben onze stand van rondreizen.nl natuurlijk heel goed uitgezocht. En waarom? We staan hier naast Tunesië. En daar begint de wijnroute. Daar houden we van. We nemen de proef op de som. Nou, er staan hier twee Tunesische wijnen, een rode en een witte. Wat maakt de Tunesische wijn zo bijzonder? Het is voornamelijk het klimaat en de grond. De laatste paar jaar is de kwaliteit enorm omhoog gegaan. Dus hopelijk gaat de export in Europa met grote stappen vooruit. Dat is een hele lekkere. Zo, dan komen we nu bij Wijnland Duitsland. En ik zie dat er al een paar wijntjes voor ons klaarstaan. Dat is hartstikke lekker. Kunt u mij vertellen wat de wijnen in Duitsland zo bijzonder maakt? De bijzonderheid van de Duitse wijnen zit hem in de hele mooie aroma's. Lage alcoholpercentage, frisse zuren, maar wel heel veel smaakrijkdom. Oeh, dit is wel een hele lekkere. Maar ben je nou niet van de wijn, dan kun je hier tegenover bij de Tsjechen aan het bier. Maar dat doe ik niet, want ik ga naar Georgië, want daar sluiten we de wijnroute af. Ik weet niet of ze lekker zijn, maar ze zien er in ieder geval ontzettend leuk uit. Ik ga aan Nino vragen wat nou die Georgische wijnen zo bijzonder maakt. Georgian wine is special because the tradition it is made is 8000 years old. And also we have over 500 indigenous grape varieties. And we are the oldest winemaking country. We have the longest tradition. That's why it's the best. Dit is wel een heel bijzondere. Maar je ziet het, tijdens de vakantiebeurs kom je als wijnliefhebber enorm aan je trekken. Tipje van mij, eindig bij Duitsland. Dat is de lekkerste. Frank, wat wordt 2019 voor een vakantiejaar? Ja, het wordt net als 2018 een topjaar. Tenminste, daar wijst alles op. Economie gaat goed, mensen verdienen weer iets meer. En wij zien dat de trend zich voortzet. Dat mensen vaker, verder en korter op vakantie gaan. Dat is voor ons hartstikke mooi. Nou, dat kan geen slecht jaar worden. Want we zien in de eerste boekingsweken dat Turkije nog meer helemaal terug is dan vorig jaar. We zien wel dat de consument iets voorzichtiger is aan het worden. Iets meer op de centen begint te letten. Maar dan nog kan hij bij ons prima terecht. Dus wij gaan ervan uit dat 2019 eigenlijk een nog betere opvolging gaat zijn van 2018. En dat was voor ons al een recordjaar. Dus bij ons staan alle seinen op groen. Ja, 2019 wordt het cruisejaar. We hebben net een campagne gelanceerd, Holland Amerika Lijn, waarom niet nu? Om het uitstelgedrag van mensen die altijd al een cruise in gedachten hebben gehad, om dat eigenlijk te tackelen. Want er zijn nog heel veel mensen die toch nog niet helemaal duidelijk weten wat een cruisevakantie te bieden heeft. En met deze campagne proberen we echt in 2019 de doorbraak te forceren om meer cruisepassagiers aan boord van onze schepen te krijgen. Dag 1 zit erop. Morgen gaat de beurs open voor het publiek. Ik ga me nu in het feestgedruis storten. Morgen weer een nieuw magazine. Tot dan.